De vorige keer in Op Reis met Smoor. Fighting flames of fire, hang on the burning wires, we don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting hours, maybe we should let this go. I'm good, how are you guys? Shorter. Long time. Fuck off. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road. Down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go. From Chicago to the coast, you tell me. Goedemorgen, kijk, morgen leuk deze bij een nieuwe video. En je zou denken, je wordt wakker van de zon die op je hoofd schijnt. Maar dat is niet zo, al die kutvliegen. Fuck! We hebben even lekker wat fruit gehaald, net bij de supermarkt. Dus ik sta nu hier met mijn loenetje op te eten. Jongens, ik moet jullie echt iets vertellen. De vliegen hier zijn zo ontzettend vervelend. Het is echt niet normaal. Je moet je voorstellen dat je hier bij een plek bent waar niet 20 vliegen zitten, niet 30, niet 100, niet 200. Nee, er zitten hier 1000 vliegen. Rob zit nu momenteel, die is aan het filmen, helemaal onder met fucking vliegen. En hier hebben wij vannacht geslapen, dus het is best wel fucked up. Maar ja, voor de rest al goed. Lekker meloen eten. Mijn tenen wordt er helaas niet beter op. Dat komt omdat ik eigenwijs ben en toch ermee ga zwemmen. Ja, als je hier bent, dan kan je gewoon niet anders, want overal zitten vliegen. En ik moet zeggen dat ik het op Hawaii toch een stuk chiller vond. Dus wij willen nou even hier cliff jumps gaan doen. En dan willen we hier zo snel mogelijk weg. En een hele tocht door de bosjes met al die kutvliegen uit Australië. Zijn we dus bij de cliff beland. Maar ja, dit is natuurlijk weer te mooi om waar te zijn. Maar heel het water zit vol met rommel. Dus of er gesprongen gaat worden hier vandaag? Geen idee. Ja? Ga je springen? Ik ga wel springen denk ik, maar ik wil eerst even dat die rotzooi hier weg is. We zijn nu bij James thuis, we zijn al onze apparatuur aan het opladen, want het probleem waar we achter zijn gekomen is dat stroom best wel moeilijk te krijgen is. Elk stopcontact is anders en nou hebben we hier... Elk stopcontact is hier anders en nou kunnen we bij James gelukkig alles opladen, want hij heeft meer dan genoeg USB-port. Oké, dus waar waren we gebleven? Oh ja, hij probeert ons zat te voeren. En we gaan daar nog even naar Newcastle toe, dan gaan we nog kleren kopen, want Ivo heeft weer zijn schoenen verbrand bij het kampvuur. Bob heeft zijn hangmat in Hawaii laten liggen en Ivo moet zijn tenen nog eraf laten snijden in het ziekenhuis. Ja, Ivo die krijgt voor van 8 tenen. Ivo! Dat zou je mis. How do these shoes look? Nice? They're beautiful. Yeah? I'll get them. Oh, ja, kom dan. Ik ga achter jou. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Newcastle in Australië en alle plaatsen hebben hier of een aboriginal naam of een naam uit Engeland.
En ja, Newcastle heb je dus ook in Engeland. Maar ja, daar zijn we niet. We zijn in Australië. En ik heb nieuwe schoenen, eindelijk. Dus nu is het tijd om wat te gaan trainen. Deze schoenen zijn nog niet echt ingedragen en ik heb 2 kapotte tenen, dus het is niet echt chill om hiermee precisions te doen, sprongen te maken. Ik zie hier een jongen die traint ook parkour en die komt opeens hiermee aanzetten. Wat je hiermee kan doen, let op. Best wel sick. Awesome. Getraind en nu is het tijd om te gaan eten, want het is inmiddels al 7:30 en we hebben nog steeds niks gegeten, dus dat gaan we nu doen. Let's go. We waren het penis game aan het doen, ja. En ik schreeuwde het iets te hard en die medewerker dacht, what the fuck gebeurt hier nou weer? Maar ja, James heeft me gelukkig gekofferd, dus het is goed gekomen. Smakelijk. Hetzelfde. Dankjewel. We hebben al een drukke dag achter de rug. En we gaan nu proberen te slapen. Ik en Ivo moeten nog even kijken hoe onze hangmat die gaan ophangen. Want het wordt een knutselwerkje. Maar als het eenmaal gelukt is, gaan we slapen. En dan zeggen we zoals gewoonlijk tot volgende week. De volgende keer in Op Reis met Smoor.